Konnichiwa, beste vrienden. Op mijn shirt staat... Laat nu een blauw duimpje achter en abonneer je op FC Glory... en u zult 1000 maal geluk ervaren in uw leven. Dat is heel erg mooi meegenomen als je dat kan doen... door één simpel klikje met je vettige chipsduim... op dat blauwe duimpje op YouTube. Ja, ik zie wel dat je een bakje met calorierijke aardappelchipjes zit weg te werken. Goed. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ever in Glory. FIFA is een beetje kapot. Een beetje broken. Begon gisteren al. En we gaan daarvoor naar... eerst naar de transferlijst. Laten we dat maar eventjes doen. Ik was gisteren tijdens de rewards een aantal spelers aan het kopen. Ik had, zoals jullie weten, heel veel Busquets gekocht. Gemiddeld voor 37.000. Toen had ik er op een gegeven moment nog een stuk of 10 bij gekocht voor rond de 30.000. Gisteren was hij 39.000 waard. Toen heb ik ze allemaal verkocht. Ik denk, ik kan op heel veel kaarten geen winst pakken, maar ook geen verlies pakken. En ik heb een aantal kaarten dus goedkoop gekocht. En daar maakte ik best wel wat winst op. Dus dat was leuk. Daarnaast had ik ook andere kaarten in mijn club gestoord. Een Chiellini voor 33k. Piqué voor 27, al de wereld niet zo. Ja, goed. Allemaal kaarten waar we een beetje iets winst op hebben. Op Busquets en Chiellini dan gemiddeld wat meer. Ik dacht, wie weet komt er een leuke SBC. Neymar SBC zou komen. Misschien gaan hooggeraden spelers wel stijgen. Was niet helemaal het geval. Zijn niet heel erg gestegen. Gewoon een beetje. En dat accepteer ik, die winst. Uiteraard hebben we ook heel veel Luis Alberto gekocht. Sommige voor heel veel. Andere voor wat minder veel. 34.000, noem maar op. Hij is nu 36.000 waard. Dus hey, dat is nog steeds steady. En ik ben er nog steeds van overtuigd, als er ooit een keertje een SBC komt, waarin een vorm voor nodig is, Icon SP, noem het allemaal op, dan gaat die stijgen. En op dit moment, de munten, ja, we kunnen ze gebruiken. We hebben ze niet helemaal nodig. Dus vandaar dat ik deze kaarten nog steeds heb. FIFA is dus kapot. Waar merkte ik dat als eerst aan? Ik merkte dat als eerst gisteren aan de rewards. Er zijn een aantal spelers die een upgrade hebben gekregen. Onana is van een 82 keeper naar een 85 keeper gegaan. Lautaro Martinez is van een 81 rated spits naar een 84 rated spits gegaan. Gisteren was ik aan het kijken welke spelers ik een beetje kon kopen om te investeren. Ik wilde veel 84 rated kopen. Toen zag ik tot mijn grote verbazing dat Lautaro Martinez een 3k was. Zijn 84 rated. Dat zag ik op Futbin. Toen dacht ik al van, dat is niet heel duur. Dat is een van de goedkoopste 84 rated. Best populaire nationaliteit. Argentinië, daar heb je Higuain medelinkt, Di Maria medelinkt. Zit ook in de Serie A, dus dat linkt ook nog wel redelijk. Icardi. Er zijn een aantal leuke spelers. Misschien is dat wel een leuke speler om in te investeren. Ik zie me nog wel niet heel veel lager worden. En toen ging ik zoeken. Toen ging ik zoeken naar Lautaro Martinez zijn kaartje. En het ding bij FIFA is dat als hij geüpgrade is, er niet een nieuwe versie komt. Dus er staat nog steeds Lautaro Martinez 81. En tot mijn grote verbazing zag ik voornamelijk 81 rated Lautaro Martinez kaartjes op de markt staan. Ik denk, hè, verrek. Er zit helemaal geen 84 in. Dus ik ging zoeken. Ik weet niet of ik er nog gameplay van heb. Ik hoop het wel. Ik ging zoeken op bepaalde standen. Ik deed eerst 2200 en 150. Nog steeds 81. 2200 of 2300, 200. Nog steeds een paar standen. Tot ik op een gegeven moment na 6 keer proberen één setting had gevonden. En alle 84 Martinez's kwamen erop. Allemaal. Maar bijna geen één was geboden. En sommige mensen hadden dat op een gegeven moment door. Die waren er ook op aan het bieden. Maar er ontstond een soort van bidding war op goedkope Lautaro Martinez'en. Want blijkbaar was het zo dat maar 1 op de 5 zoekpogingen, en niet elke, met een paar, ervoor zorgde dat je de 84 Martinez op de markt zag. En bij de andere zag je allemaal 81. En de rewards waren geopend. Het was 10 uur, dus het was een uurtje na de rewards. Dat was het moment dat iedereen op een telefoon of op een console pakketjes gaat openen. Dus om 10 uur worden de meeste spelers ooit loop af, omdat ze gelist worden naar die rewards. En ik kan je met heel trots vertellen, 84, 3000 is prima. Daar was ik dus mee bezig. Tot ik op een gegeven moment erachter kwam van, er zijn er iets die een paar goedkoper opkomen. 84 weet het, 700 munten, 650 munten, 3x2k, 750, 1100, 1600. Alles rond de 3000 of daarboven is gewoon normaal. Volgens mij kan ik voor 3500 verkopen. 700, nog eens 700, 650, 700, 650. 3200, volgens mij hebben we daarmee begin. 2600, 1700, 700, 750, 700, 2100. Ik kan zo doorgaan. En dan ben je er weer. En al die kaarten, die werden maar goedkoop gelist. Dus
Ik denk dat hier zitten er een stuk of best wel wat op. Ik heb nog een Cavani en Fernandinho gekocht ook. Ik denk dat ik er hier 40 heb. En dan hier ook nog 38. Laten we zeggen dat we die voor 1500 gemiddeld hebben gekocht. God, meer Luis Alberto's. Hier gaat het ook weer redelijk door. Hier kan je wel in één keer allemaal doorklikken. Dan pakt hij ze allemaal. Ja, sommige 3000 is een goede deal. Maar er zijn er dus best wel nog wat die we voor goedkoop hebben gekocht. Dus dat was lekker. Dat is prima. Ze zijn niet heel erg gestegen gisteren. Maar vanavond komt er een nieuwe promo. Vandaag komt er een nieuwe promo. Die misschien nieuwe SBC's met zich meebrengt. Uiteraard ook heel veel packs met zich meebrengt. Het is volgens mij wel een toffe promo. Dus ik denk dat veel mensen packs gaan openen. Rewards hebben opgespaard. Met munten rewards kopen. Het heet Shapeshifters. Je hebt het misschien al gezien bij een ander kanaal. Maar toch gaan we het er even over hebben. Wat je aan de naam ook wel kan afleiden. En aan die kaartjes. Zoals je ziet, er staat daar een 87 RB. Met dan in het midden van het kaartje een CF-icoon. Ik heb hem op Engels staan. Dus dat was een CF-positie en een RB-positie op die kaart. Met shapeshifters, wat ze wel vaker hebben gebruikt, die term tijdens de Halloween-promo. De kaarten die van gedaante veranderen, die van vorm kunnen veranderen, noem het allemaal op. Omdat er dus ook een positie in het midden staat, kijken of we hem even opnieuw erbij kunnen pakken. Omdat er dus ook een positie in het midden staat, weet je eigenlijk wel, oké, dat zijn kaarten die eerst op een andere positie stonden en nu een nieuwe positie hebben gekregen. Een van die kaarten, die middelste, zie je een Braziliaanse CAM van 91. En daar stond eerst LB in het Engels, linksback, leftback. Ik heb hem op Engels staan. Je weet vrij zeker, dat is Marcelo die een kaartje heeft en daar een positie change op heeft gehad. Dus dat het een L van een LB naar een CAM kaartje is. Dat is op zich een leuke promo. Ik vind dat soort kaarten altijd het leukste van FIFA. Vorig jaar gebruikte ik Milinkovic-Savic heel veel. Gerrit Bale op linksachter vond ik heel grappig. Virgil van Dijk in de spits. Lukaku op centerback. Ik heb ze niet heel veel gebruikt, maar ik vind het wel altijd leuke kaartjes, omdat dat nieuwe mogelijkheden geeft. En soms zit er een pareltje tussen die je echt goed kan gebruiken. Salah op linksachter, vorig jaar of het jaar daarvoor, had best wel goede stats. Dan hadden we waarschijnlijk al een goede linksachter. Niet veel gebruikt. Maar nogmaals, die Milinkovic-Savic, dat was een van mijn favoriete rechtsachters op de game, op het spel. Er was ook een CF die redelijk snel is. Die was nu een RW geworden. Er gaan al wat argumenten over rond. Hij moet wat lager rated zijn dan 87. Lucas Moura zou erbij passen. Met zijn pace en zijn dribbling. Depay ook. Alleen heeft hij wel een hele grote boost gekregen dan. Dus ik denk het niet. Ik denk dat het Lucas Moura is. Saha zou ook nog kunnen. Die heeft ook al wat pace en dribbling en is een CF en zou best wel een RW kunnen zijn. Dus tussen die twee gaten, tussen Lucas Moura en Saha, omdat die dus eerst een CF-kaartje hadden vanuit nature en nu een RW-kaartje. En als je gaat kijken naar een Braziliaanse linksachter, ik heb het al gezegd, het is 99% zeker Marcelo. Want ja, waarom zou je in godsnaam Alex Telles op CAM zetten? Die heeft maar 2-star week van 3-star skill moves. Ja, nee. Maar Marcelo, ja, goed, wij hebben zijn kaart untradable, dus wij gaan het niet gebruiken, maar geeft wel aan wat het idee is van de promo. En daar ben ik voorstander van. Het is ook zo dat mensen weer negatief zijn over het feit dat er een promo is. Dat ben ik niet. Als community zijnde klagen wij heel veel. We zeuren heel veel bij EA. Onder andere over de hoeveelheid content. Dat heb ik ook. Nou ben ik wel een voorstander van de uitspraak. Elke content is niet per se goede content. Ik heb liever enkel goede content dan elke week content. De winter refresh promo. Ik heb er niks van meegemaakt. Ik heb er helemaal niks van meegemaakt. En jullie denk ik ook niet. Once to Watch SPC met oude Once to Watches hebben wij gedaan. Geen objective spelers. Een paar SPC's die er waren. Ja, ook niet heel erg denderend. Marky Matchup moet ik trouwens nog doen. En ook niet echt nieuwe SPC's. Ja, dus die promo had van mij ook wel niet gehoeven. Maar aan de andere kant, dat is weer wat ik zeg. Het kan ook geen kwaad dat hij er wel is, toch? Precies. En dit is dan, als dat nieuwe unieke spelers geeft, is dat leuk? Zoals ik eerder heb aangegeven. Mijn favoriete promo's zijn promo's die niet op het echt zijn gebaseerd. Juist omdat ik daarom Ultimate Team speel. Oshimen zou waarschijnlijk niet heel snel een 88 weten kaart gebruiken of krijgen. Die ik dan niet snel zou gebruiken. Dus een FUT Future Star kaart die ervoor zorgt dat bepaalde spelers een hoogwaardig kaart hebben, vind ik een leuke promo. Moments Hazard is ook niet heel erg ergens op gebaseerd. Flashback Marcelo op vroeger. Ja, vind ik leuke kaarten. Oshimen trouwens heb ik nu voor 6 wedstrijden gebruikt in de Weekend League. 7 doelpunten, 3 assist. Helemaal niet verkeerd is. Je moet hem heel erg leren gebruiken. Hij heeft veel pace, maar dat komt vooral door zijn sprint speed. Acceleration is wat minder. Nou, daar moet je heel erg aan wennen.
Zijn dribbeling is wel oké, maar hij is heel lang. Heeft een lange bouw, dus daar moet je ook heel erg aan wennen. Dat is een andere manier van dribbelen. Zijn shooting is degelijk, maar met een teamgeeststijl wel oké. En zijn physical is ook wel goed. Alleen ja, daar heb je niet zo heel veel aan zijn strength en zo. Dus ja, het is een leuk kaartje. En prima voor nu, voor een tijdelijke oplossing. Want nog steeds willen wij uiteindelijk toewerken naar een andere kaart. Naar Socrates, die nu onder de 3 miljoen is. Die nog maar 2 keer gelist was. Gisternacht was hij voor 2,9 miljoen openbid verkocht een keertje. En dat was hij volgens mij ook voor 2,9 miljoen gelist. En Raoul staat er normaal heel weinig van. Er staat dan nu een pagina van vol. 3 miljoen. Wij kunnen de keuze maken. En dan vraag ik ook aan jullie. Wat is de eerste speler die wij gaan kopen? Gaan we voor het eerst, als we de munten hebben, investeringen hebben verkocht of niet. Dat kan nog even duren. Gaan we eerst Socrates kopen voor in het team. En dan naar Raoul werken. Of gaan we Raoul kopen en dan naar Socrates werken. Laat het achter in de reacties. Dan gaan we nog even de Markie matchups vertooien. En dan naar de gameplay. Want dat is het volgende punt. Trouwens niet het volgende punt waarin ik door had dat FIFA kapot was. Ik kreeg heel veel tweets van mensen die zeiden, ik heb een bepaalde player of the month op de markt gezien. Ja, ik kan hem waarschijnlijk niet vinden. Hij is al verlopen. Maar Sadio Mane, player of the month. Mond, lekker accent. Player of the month. Had een... die was gelist. Dat een untradable kaart is. En dat kan helemaal niet. Er waren ook player picks gelist op de markt. Dat ook helemaal niet kan. Want die zijn untradable. Kortom, daarop was FIFA ook geglitcht. Is natuurlijk niet de bedoeling dat er untradable kaarten gelist kunnen worden. En verkocht kunnen worden. En ook gekocht kunnen worden. En dan ook weer verkocht kunnen worden. Ja, is wel eens eerder gebeurd. Maar niet heel vaak. Klopt niet helemaal. Op FIFA zelf bij de gameplay heb ik weer ontzettend veel momenten. En jullie hebben er denk ik dit jaar nog geen één keer over gehoord. Nog geen één keer over gehoord over scripting. Daar geloof ik zelf helemaal niet in. Nee. Maar er zijn wel heel veel momenten gebeurd waarop ik zelf op mijn tegenstander in één keer een doelpunt scoort in de 45e minuut, in de 90e minuut. Als het spannend is, dat ik denk van ja, dat is wel heel apart wat hier allemaal gebeurt. Deze combinatie van omstandigheden die leidt tot dit doelpunt. Vind ik heel vreemd. Bij mezelf, dus bij mijn tegenstander. Mijn spelers maken weer heel veel grijpanimaties. Dat ze achter iemand aanrennen en iemand grijpen. Wat ik heel lang niet heb gehad. Sinds ik mijn manueel verdedigen aan heb gezet. Of mijn jockeying op manueel heb gezet in plaats van op assisted. Heel lang niet gehad. Dit weekend weer wel. Er is op dit moment ook een toernooi bezig van FUT in Parijs. Daar zijn nu in 20 minuten tijd al 3 disconnects van geweest. Terwijl vorig toernooi waren er maar 6. Dus nu zitten ze binnen 1 dag, binnen 2 uur al op de helft. Nou ja, als zelfs op die consoles, want zij spelen altijd een andere versie van FIFA die beter is, waar ze minder last hebben van delay en lag, een toernooiversie van FIFA. Als zelfs op die versie al problemen zijn met de servers en connectivity en noem het allemaal op. Ja, dan weet je dat dit bij de normale FIFA waarschijnlijk ook aan de hand is. Goed, ja. We kunnen er lang over doorgaan. En zoals ik zeg, normaal ben ik er niet zo heel erg van scripting en dingetjes en datjes. En ik probeer het allemaal te relativeren. Maar dit zijn observeringen die gewoon waar zijn. Waar je van kan zeggen, van, ja, hey, een beetje aan het zeuren en aan het steunen. Maar ja, dat is wel wat er nu allemaal gebeurd is en wat ik opgestuurd krijg. Dus ja, wat je conclusie daarbij kan zijn, mag je lekker zelf weten. Wij gaan door naar Markie Matchups en de wedstrijden. Nou, we gaan er eens eventjes goed voor zitten, hè, lieve mensen. De Weekend League. We gaan knallen met Osimhen. Osimhen. Inderdaad, Osimhen. Ik zeg dat Osimhen, maar de H staat achter de M en niet na de S. En daar moet ik aan wennen. Goed, er gebeuren een aantal rare, opvallende dingen. Dit is bijvoorbeeld de 31ste minuut en dit is uiteraard geen doelpunt, want wij schieten naast, helaas kan, Sola, Vester Wiekvoet. Maar er waren geen spelersnamen of wat dan ook, die eerste 30 minuten. Tot de bal uitging. Dat was de eerste wedstrijd. En dat is apart. Maar dat gebeurt af en toe. Is een glitchje. We scoren de 0-1. We scoren dan de 0-2 met Eden Hazard. En onze tegenstander ragequit. En jongens, doe dat nou gewoon alsjeblieft niet. Ragequit niet. Daar schiet je helemaal niks mee op. Je maakt het zelfs moeilijker voor jezelf. Omdat een ragequit niet meetelt voor je record. Jij heeft het ontkend. Ik heb het een keer eerder in een video gezegd. Toen zijn een aantal mensen dat het ontkend was door EA. Toen hadden we het zelf een keertje meegemaakt. Tegenstanders hebben we meegemaakt. Maakt niet uit hoe erg EA het gaat ontkennen op Twitter of wat dan ook. Het is gewoon zo. Als je quit, telt het niet mee als los. Dus ga je 5-0, quit je 5 keer. Denkt EA nog steeds dat je 5-0 gaat. En in plaats van dat je dan tegen mensen komt met een record van 5-5, kom je tegen mensen met een record van 5-0. Precies. Deze tegenstander scoort hier een buitenspeldoelpunt. Hij speelde 4-2-2, gaf elke keer diepteballen door het midden. Denk je, buitenspeldoelpunt, dat kan helemaal niet, maar oprecht, dit is gewoon een buitenspeldoelpunt, toch?
Kijk die voeten van James. Nou ja, FIFA die trekt dat niet, maar 100% zeker. Ik heb het niet vaak meegemaakt. Het gebeurt af en toe wel eens dat het glitcht, maar dit was gewoon buitenspel. De bal werd niet aangeraakt, er stond niemand achter. Zijn voeten stonden elk moment van die aanval voor Varane, zijn voeten. Ja, apart. We scoren uiteindelijk nog wel, gelukkig. De 2-3, de 2-4. Gaat er niet in, want Osimhen die schiet op de paal. En is hij er weer in één keer door. En ik speel dropback, ik speel met 3 diepte. Juist omdat deze man alleen maar aan het counteren was. En alsnog staan mijn verdedigers op de helft van mijn tegenstander. Ik weet niet waardoor het komt, maar het was wel hinderlijk. Gelukkig winnen we terecht. Achteraf ook 11 schoten, 11 op doel. En kunnen we de volgende wedstrijd gaan zoeken waar we tegen een leuk, origineel teampje komen. Niet heel erg denderend, maar hij scoort wel het eerste doelpunt. Zo, wat een ruimte. Bernardo Silva, die kopt hem via Van der Sar binnen. Robertson staat te slapen. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt met Robertson. En ook zeker niet de laatste keer in deze video dat dat gebeurt. Gelukkig is het Osimhen, die scoort. Hier staat Robertson wederom te slapen. Team of the Year Robertson, beste linksachter van het spel. Weliswaar niet op volledige teamgeest, maar alsnog hele goede stats. En het enige wat hij doet is achter zijn mannetjes aanrennen. Ik word er helemaal gek van. De tweede helft dan krijgen wij uiteindelijk een grote kans. Tiki-taka, Gianfranco Sola, buitenkantje rechts. 2-1. Nog een kans. Osimhen. En dit is, ja, die verdediger stapt daar overheen. Ja, dat weet ik ook niet. Dit is wat ik van tevoren zei. Er gebeuren een aantal dingen bij mezelf en mijn tegenstander. En ik denk, nou, er is wel heel veel geluk dat erbij komt kijken. We scoren ook nog de 4-1 en mijn tegenstander Ridgekit niet. Wat goed is voor hem, want dat betekent dat hij de volgende wedstrijd een makkelijkere tegenstander tegenkomt. Dan komen we tegen dit team. Een best wel meta teampie. Future Stars, Omori. Die van Chelsea in ieder geval. En dat is een lekkere verdediger. En wij komen hierdoor met Frenkie. Op Gianfranco. Gorgonzola. Die scoort. En dit waren dan de statistieken van de eerste helft. Hij had 0 schoten, 0 op doel. En ja, gewoon saai pot. En dit was zijn laatste kans van de wedstrijd. Hij geeft hier een balletje. Marcelo glitcht er doorheen. Waarom? Geen idee. We laten Van der Sar uitkomen. Doen we goed. En dan glitcht Varane daar. En ik denk, nee, zou ik toch niet menen dat Ronaldo nog een voetje tegenaan kreeg. Maar gelukkig, we winnen 0-1. Met tegenstander de 90 minuten 1 schot op goal. Want ja, dat is een beetje hoe je FIFA speelt. Dan komen we tegen Atletico Mapoko. Wat een goed team. Inform Neymar, inform Ronaldo, Petit en N'Golo Kante. Team of the Year van Dijk en Ferdinand. Dan kom je gewoon bijna niet doorheen en zijn Neymar scoort. Mooie aanval van mijn tegenstander. Het was een goede tegenstander. Het was ook een lastige tegenstander om tegen te spelen. Want die van Dijk, jongen, die stopt iedereen af. Laat staan als je Sola en Osimhen hebt. Dat zijn niet de allerbeste spelers. Hier kon ik niet players switchen. Dat kon gewoon niet. Je ziet dat Maradona die bal gaat krijgen. Ramos was als tweede poppetje geselecteerd. Kon er niet naar switchen. Maradona gaat uiteraard naar zijn linker. Ja, toen was het een beetje klaar. Toen gaven we ook nog een penalty weg. We kregen ook de 1-3 tegen omdat we aanvallender gingen voetballen. Het ging naar mijn mening best wel gelijk op. Als je kijkt naar de statistieken. Wel verdiend gewonnen van mijn tegenstander. Maar als ik misschien een wat beter team had. Ja, dan was het gelijk opgegaan. Ja, jammer. Maar dat is natuurlijk wat je krijgt als je met niet je maximale capaciteiten speelt. Zowel je eigen kunnen als dat je met coins alles uitgeeft. Want ja, dat doen we niet. En dan, ja, kijk je dat soort wedstrijden. Is voor de rest helemaal niet erg. We komen dan tegen Droomgozers. Zo heet zijn team. En weer is het Robertson die gewoon lucht staat te dekken. Wat is dit? Dit is niet een trend die ik heel graag wil zien. Maar wel de derde keer in deze video al. Terwijl dat eerst niet zo heel vaak gebeurt. De tegenstander komt dan nog bijna op 1 tegen 2. Oh, Ronaldo. 2 slidings van de speler. Terwijl ik geen één keer op sliden drukte zelf. Als blok. Ja, apart. Osimhen scoort dan gelukkig de 1 tegen 3. En mijn tegenstander scoort nog wel een doelpuntje. Nadat wij de bal onderscheppen met Robertson natuurlijk. En dan doorheen glitchen. En je ziet bij sommige animaties al. Dat hier wordt mijn tegenstander verkeerd geselecteerd. Het is 1 glitchfestijn. En ik hoop dat het straks minder wordt. Je wordt bedankt voor het kijken. Een blauw duimpje stop zijn. En ik check jullie later. Joejoe. Oh, en er is een nieuwe career mode video op FC Roelie online gekomen. Voor als je je verveelt. Kijken. Leuk.